Want die heeft nauwelijks intensieve training achter de rug. Daar ziet u bij de start Marianne Vos. Marianne Vos zal voor de rest niet in het stuk voorkomen. Dus het gaat niet goed met Marianne Vos. Wyman is uitstekend van start gegaan. En daar heb je dan Worst die daar al de buitenkant van de bocht pakt. Op weg naar de Britse. Die daarover gaat in loopfase. En het zal achteraf blijken dat dat hier maar veilig is. Dat gaat niet goed met Compton. Paul Herreigers dacht van... Oh, dat is tegen het verzuipen af wat ze daar doet. En daar raakt de Vos ook op sukkel. En ze zal daar eigenlijk niet meer van herstellen. Worst, zoals ik al vertelde, die gaf kapit in het openingsuur. Of nou, het openingskwartiertje. En dat bleef een hele tijd duren. Alvarado die maakte ook indruk. Hier heb je ze. Met de Bremier, die altijd een zeer egale cross kan neerzetten. En Compton, daar had je eigenlijk al in de mot dat die val haar niet deerde en dat ze een strak tempo kon aanhouden. Dat haar helemaal vooraan zou brengen. Daar is Worst aan erger ontsnapt. Want je hebt die snijkanten van die gekloven balkjes. Echt gevaarlijk is dat. Maar Worst bijt zich toch vast in het wiel van Bremier en gaat daar ook weer overheen geraken. Dat komt wel. Compton moet eerst pikkelen voor een seconde of 7-8. Dat duurt een volle ronde. Ronde van ruim 10 minuten. En dan komt Sannekant, die matig gestart is, helemaal vanuit de achtergrond, maakt indruk. Compton is dan buiten schot, maar op dit prachtige shot zie je dat de kant fantastisch loopt, dat ze er een paar te grazen neemt en dat ze op weg is naar Worst daar aan de bandenhindernis. Nog eens een keertje over de balken. Hier Worst in strijd met de Sannekant. Die rug ziet dan stilaan meer en meer af door het controleren van de manoeuvres. En wat gaan we hier te zien krijgen? Is dat een fout moment bij Sannekant? Ook alweer pijnigend voor die rug. Dan Bremier op haar canyon. Ook wat tegengehouden. U ziet dat dat parcours bijzonder zwaar oogt. En hier is dat moment waarop Sannekant duidelijk blijk geeft van een verzwakking. En dan is dat een signaal dat het echt niet soepel draait. Compton rijdt dan een halve minuut voor de tegenstand uit. Toch komt Kant nog terug. Heeft ze nog gezicht op het podium. Maar u ziet dat de kapiteins ook vanuit de diepte weer naar de hoogte doorgeschoten is. Het wordt een sprintje op die straat. En kapiteins versloeg Kant vroeger op het seizoen al een paar keer. Compton is dan al binnen. Bouwt een feestje in de regen hier in Vlaams-Brabant. Worst een opsteker, die tweede plaats. En dan kapiteins op de power. Meer overschot uiteindelijk nog dan Kant en Bremier. En ja, bij wijze van spreken, vanuit het niets toch op 3. Dan...